Dus wie zou de nieuwe governor moeten zijn? Om het vertrouwen waarmee ik bezig was met de bankiersvereniging, heb ik dat 2 maal toe gevraagd. Heren, komen jullie met een kandidaat? Of komen jullie met kandidaten? En dan kan ik overwegen. Hoewel dit een prerogatief is van de regering, maar de bankiers zijn er zo nauw bij betrokken. En ik gaf hun de gelegenheid. Men heeft dat niet kunnen invullen. We hebben echt samen gezocht naar een vervanging. Het is moeilijk om die namen te noemen, maar er zijn heel wat namen genoemd. Maar gezien de situatie waarin de bank terecht was gekomen, of is terecht gekomen, was het niet zo makkelijk om een kandidaat te vinden. We hebben zowel Surinamers binnen en buiten Suriname gevraagd. Nu dat niet kan worden ingevuld en we de centrale bank niet stuurloos kunnen laten, kwam ik op het idee om binnen de Raad van Commissarissen te kijken naar een mogelijke kandidaat. Ik ben toen in contact getreden met de heer Proeven. En ook hij in eerste instantie die bedankte voor de eer. Een tweede gesprek en zelfs een derde gesprek kwam eraan te pas. Omdat dit geen gemakkelijke job is. Op een bepaald moment hebben we een lang gesprek gehad waarbij de heer Proeven, aan zij de materie kende, duidelijk aangaf van kijk, indien ik het accepteer, wil ik toch wel dat er x aantal regels in acht worden gehouden. Ik ben de governor, alles is tijdelijk voor 6 maanden. Een van de instellingen waar er vaak nog dubieuze zaken over zijn, daar wilde hij heel graag over praten met de wet in de hand en met de actoren zelf, namelijk de cambio's. Hij zegt, indien ik een bijdrage kan leveren om deze zaken in place te stellen, ben ik wel bereid om voor 6 maanden de functie te waarnemen. Dus nadat we, sinds de zaak speelt, gekeken hebben naar een kandidaat of een kandidaat, heb ik dus uiteindelijk binnen de Raad van Commissarissen de heer Proeven gevraagd. We zijn er in formele zin nog niet uit, omdat zoals u weet, voor zo'n aanstelling heb je nog bijvoorbeeld antecedentenonderzoek, dat ligt nog bij de PG. Dus dat zijn zaken die nog formeel moeten worden afgehandeld voordat wij kunnen zeggen alle paparazzen zijn in orde en we kunnen overgaan tot daadwerkelijke uitvoering.